Feyenoord-icoon Fred Blankemeijer is vandaag in Rotterdam gecremeerd. Een deel van de selectie, en trainerstaf van Feyenoord, vormde bij aankomst van de auto bij het crematorium een erehaag. Fred Blankemeijer overleed afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. De duiker die in de omgeslagen zeesleper naar de vermiste kapitein heeft gezocht, heeft niemand gevonden. De sleper de donderdag voor de kust van Hoek van Holland. Drie bemanningsleden konden direct worden gered. Het stoffelijk overschot van de vierde drenkeling spoelde gisternacht aan voor de kust van Schavenzande. Investeerders hebben 13 miljoen euro toegezegd aan de vrienden van Feyenoord. Eerder deze maand maakte Pim Blokland al bekend dat hij samen met negen andere investeerders ongeveer 17 miljoen euro in de noodlijdende club gaat pompen. Het totaal is er nu zicht op 30 miljoen. In ruil krijgen de geldschieters 49% van de aandelen en twee of drie plaatsen in de Raad van Commissarissen. Het medisch team, de managers en de ondernemingsraad van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenissen hebben hun vertrouwen in de raad van bestuur opgezegd. De medewerkers hebben klachten over de bestuursvoorzitter. Dat staat in een verklaring die in het ziekenhuis is verspreid. Volgens de directie is het op nonactief stellen van een medewerker de directe aanleiding voor de crisis. Sparta heeft de uitwedstrijd tegen Cambuur met 3-1 verloren. Johan Voskamp maakte de enige treffer voor de Rotterdammers. Bij de stand van 1-1 werd Spartaan Martin de Roon met rood van het veld gestuurd. En nog meer nieuws over de club uit Spangen. Journalist Hugo Borst presenteert vanavond zijn nieuwe boek Waarom ik zo van Sparta hou in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.